Als je kiest voor extra pijnstilling tijdens de bevalling, zal de gynaecoloog altijd de zorg overnemen en zal je medisch bevallen op de verloskamer van het ziekenhuis. Ik sta hier naast dokter Beijer, een van de anesthesiologen binnen dit ziekenhuis. En zou je mij wat meer kunnen vertellen over de vormen van pijnstilling? Ja, natuurlijk, Janneke. We bieden hier in het Gelre 24 uur per dag extra pijnstillingsmogelijkheid aan. En dat hebben we het hier over of remifentanil via een infuuspompje of pijnstilling via een ruggenprik. En gebeuren allebei die vormen op de operatiekamer waar we hier nu staan? Nee. De ruggenprik die moet wel uitgevoerd worden op een operatiekamer of op een plek zoals deze. Maar de remifentanil die kan je gewoon op je eigen verloskamer krijgen. Oké, en kun je me dan wat meer vertellen over hoe die remifentanil werkt? Ja, omdat we als we extra pijnstilling gaan starten van tevoren, beginnen we wel altijd even met extra. Moet de voorbereiding plaatsvinden, krijg je een infuus. Er wordt een hartfilmpje bij de baby, een CTG aangesloten. Er wordt soms nog extra inwendig onderzoek gedaan. Dan wordt er besproken welke vorm van pijnstilling je kiest, de remifentanil of de ruggenprik. En als dat dan remifentanil wordt, dan is remifentanil een vorm van morfine die je via een infuus toegediend krijgt. Er zit een pompje aan, daar kan je zelf op drukken. Dus dat kan je ook zelf beslissen wanneer en hoeveel je krijgt. Uiteraard is het veilig, maar het is een hele snelle en krachtige vorm van morfine die bij de bevalling veel wordt toegepast. En het werkt dus heel snel en heeft het ook nog effecten voor de baby? Ja, dat kan. We zullen altijd zorgen dat het op tijd stopt. Dat op het moment dat de baby geboren is, dat het al lang uitgewerkt is. Dat is ook een voordeel van het spul. Het werkt vrij snel weer uit. Maar je kan ook als moeder er wat minder van gaan ademhalen. De ademhaling wordt er wat minder van. Dat is ook een van de redenen dat je een zuurstofmetertje op de vinger krijgt. Zodat we je ademhaling goed in de gaten kunnen houden. En de pomp is begrensd, zodat je jezelf niet te veel kan krijgen. En daarmee blijft het ook veilig. Oké. Dus als ik het goed begrijp, krijg je controleapparatuur aan, wordt er een hartfilmpje gemaakt van de baby, krijg je een infuus en is er medisch personeel bij je op de kamer als je dit middel toegediend krijgt? Zeker. Oké, okay. Ja. Helemaal goed. En kun je dat op ieder moment van de bevalling doen? Of zijn er momenten? Als je geen pijn hebt, is het natuurlijk niet nodig. Maar stel je hebt zoveel pijn dat je extra pijnstilling nodig hebt, nou, dan komen dus twee opties in beeld. En dan is het met remifentanil, kun je wat minder lang blijven gebruiken dan een ruggenprik. Dus een remifentanilpomp is beter als je als je aan het einde van de bevalling zit. Als je minder lang nog te gaan hebt, als je nog niet zoveel ontsluiting hebt en de verwachting is dat het nog lang gaat duren. Dan wordt er eerder voor een epiduraal, een ruggenprik, als pijnstilling gekozen. Dus als ik het goed begrijp is de remifentanil echt voor de laatste loodjes vanaf ongeveer een centimeter of 7. Ja,